Zo, ik ben weer op de Social Media Week en vandaag gaan we kijken hoe de bezoekers het hebben. Dus kom met ons mee. Wat heb jij eigenlijk aan vandaag? Wat ga je allemaal bezoeken? Wat heb je allemaal gezien? Ik heb net al 3 presentaties gevolgd. Eentje over de privacy van social media. Eentje over de psychologie achter social media. En eentje over forums. Nou, ik vond ze alle 3 hartstikke interessant. De eerste vooral. Vorig jaar zijn we voor het eerst met alle studenten naar Social Media Week geweest. En we vinden het belangrijk dat onze studenten wat meer zien dan alleen wat wij in de klaslokalen vertellen. En ja, vandaag gaat het ook vooral over online trends. En waar kan je dat beter daar informatie over verkrijgen als op zo'n mooi evenement als de Social Media Week. Even de tijd hebben tussen 2 lezingen, dan is er genoeg te doen hier. Je kan bijvoorbeeld een foto maken, dat gaan we even doen. Nou, ik sta dus voor het greenscreen en er staat hier een ding en dat moet ik aanraken. Touch me. Kijk eens. Take a shot, ja, want ik wil op de foto. Zullen we 2 foto's maken? Oké dan. Maar wat heel grappig is, je kan deze foto dus en fysiek meenemen. En hij kan naar je gemaild worden. Dus dan doen we Love It. Want ja, ik sta er hartstikke leuk op. Vooral op de 2e. Oh, hij wordt geprint. En eigenlijk wat we doen is een schakel tussen offline evenementen waar je hier aanwezig bent en een digitale. Dus je kunt de foto weer sharen op Facebook, op Twitter. Je kunt hem naar jezelf toe mailen, je kunt hem naar je vrienden sturen. Maar je krijgt ook daadwerkelijk de leuke foto mee. Yes, en dat is mijn foto. Dat is hem. Nou, ik ga hem op de koelkast met een magneetje vastmaken thuis. Als een leuke herinnering van deze Social Media Week. En volgens mij kun je zelfs ook prijzen winnen. Dus nou ja, gewoon lekker op de foto gaan. Je hebt hem in je mailbox, je kan hem delen op social. En je kan hem gewoon lekker meenemen naar huis.